Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Joltrex. De enige echte natuurlijk. Nou, we zijn in het park Vogelenzang zijn we. En ik wou toch nog eventjes een klein wandelingetje doen. Het is nou niet echt het lekkerste weer. Het is zondag. En het is vandaag Feyenoord tegen Ajax. Nou, Ajax staat inmiddels alweer met 1-0 voor je natuurlijk. In eigen doelpunt van Senesi. Verschrikkelijk, wat een verschrikkelijk elftal. Maar goed, in ieder geval zijn we weer in het park. Zijn we weer. En wou ik nog even een vlog opnemen. Dus bij deze. Nou, jullie hebben het gehoord. Het is de dag na de persconferentie. En het is over en uit met de pretparken momenteel. Er is een totale lockdown. We zouden woensdag, zoals jullie hebben kunnen zien in de vlog, zouden we nog naar de Efteling gaan op woensdag. Dat gaat dus niet door. Ja, helaas. Het is helaas niet anders. Een totale lockdown tot volgens mij 14 januari volgens mij. Dus het is bijna een maand. Nou, mijn voorspelling van gooi het maar weer eens even dicht, want dan hebben we weer wat extra geld. Ja, had ik het maar niet gezegd. Maar een totale lockdown in Nederland. En dat betekent dus geen pretparken meer, geen kerstshows meer. Het is helemaal over en uit is het. Jammer, dat wel helaas. Ik had graag nog een keertje naar de Efteling gewild. Ik denk dat woensdag de laatste keer was geweest dat ik naar een pretpark was geweest. Of naar de Efteling was geweest. Ik denk dat dat de laatste Efteling vol was van dit jaar. Maar helaas heb de regering gekozen voor een totale lockdown. En hebben jullie dus de laatste vlog kunnen zien in de Efteling van 2021. Ook Sirocco. Die zou op 1 januari geopend worden. Ja, dat is ook gaat ook niet door. Dat moet ook weer uitgesteld worden. Duurt dus langer voordat Sirocco open gaat. Maar het is helaas niet anders. Ik had heel graag gewild dat ik nog even een keer naar de Efteling kon. Maar een vrijdag is de laatste keer geweest. Voor Kevin is het toevallig, die is zaterdag ook nog geweest. Dus voor Kevin was het zaterdag de laatste keer voor mij. En voor Joost vrijdag de laatste keer. En einde pretparkseizoen jongens. Het is helaas niet anders. Het is heel jammer is het. En we moeten maar weer gaan wandelen. We gaan maar weer buitenvlogs opnemen. Wandelvlogs. Zolang het weer toelaat. Want ik ga het mij ook niet echt helemaal in de regen. Ik ga ook niet in de regen. Ga ik mij helemaal hullen. Dus in ieder geval... Ik heb in ieder geval meer tijd voor dit was. Want dan moet ik nog gaan beginnen. En dan wil ik daar morgen al aan gaan beginnen. Dit was met alle hoogtepunten van 2021. Dit was 2021, daar ga ik nou aan beginnen. Maar ja, ik heb nou de tijd ervoor. En dat is weer een hele grote puzzel altijd. Maar ik vind dat het heel leuk om dat te maken. Toch weer een jaar voorbij. En dan kunnen we toch weer even terugkijken. Wat is er nou allemaal in 2021 gebeurd? Nou, in ieder geval een hele hoop kermissen. Dat wel, we hebben ontzettend genoten van de kermissen. Het was een fantastisch kermisjaar. Ik kan niet anders zeggen. Het beste kermisseizoen, dat was toch wel dit jaar, 2021, met...
heel veel kermissen in Brabant, Zeeland. Zelfs nog een paar in Gelderland. En ja, het is een mooi jaar geweest. Voor de kermis in ieder geval. Toch wel een paar keer naar de Efteling geweest. Wat hebben we nog meer gedaan? We zijn natuurlijk naar Duinruil geweest. We zijn naar heel veel intratuins geweest. Of twee intratuins zijn we geweest. En naar andere, de Avri natuurlijk. We zijn naar een paar kerstshows geweest. Het begin en het roemruchte einde. Terwijl, terwijl het in ieder geval wel zo is. Ik heb hem weer opgeladen en hij doet het weer, jongens. Dus we kunnen weer weer lekker op Meerdam spelen. In ieder geval zover het nog kan. Want volgende maand zal dat afgelopen wezen. En ik weet nog niet of ik hem ga verlengen. Ik denk het niet. Maar dat gaan we vanzelf dan wel zien. Maar in ieder geval kan ik weer in ieder geval even een paar Meerdam video's opnemen. Want ja, momenteel kunnen we toch nergens heen. En kunnen we niks doen momenteel. Dus dat dus in ieder geval. Nou, we zijn in ieder geval ook weer in het Vogelenzoonpark. En ik wil toch nog eventjes een lekker rondje lopen. Het is al best wel laat. Ik kan nog niet al te lang blijven, want het wordt alweer heel snel donker altijd. Dus, maar in ieder geval, ja, toch wel eventjes een wandelingetje doen. Is wel heel erg leuk om er even een lekker wandelingetje te doen in het bos. Ja, en dan gaan we lekker nog eventjes een beetje wandelen. Kijk, ook het bos is helemaal in herfstsfeer helemaal. Het Laarzenpad. Dus ook de laatste warme winterweide natuurlijk. De warme winterweide zal nu wel weer afgebroken worden. Want ja, mag niemand meer. Niemand mag minder winnen. Het is helemaal afgelopen. Ja, ik ben benieuwd, want ze zouden met de kerst nog een livestream doen. Maar ja, dat zal nu ook denk ik weer niet doorgaan. Jammer. Het is echt jammer. Ik had er veel meer van verwacht. Maar uiteindelijk net zoveel winter Eftelings gedaan als vorig jaar. Twee. Vorig jaar had ik er ook twee gedaan. Toen kwam er een lockdown. En nu dus ook weer een lockdown. En arme ondernemers. Zomaar ondernemer wezen. In deze, op dit tijdstip. De Efteling die gaat weer een hoop geld mislopen. En het is echt belachelijk. Ik heb er geen goed woord voor over die piepo's daar in Den Haag. Maar goed, het is helaas niet anders. Eens even kijken. Nou, het staat nog steeds 0-1. Ik denk nou, je hebt misschien wel kans dat het 0-2 wordt of 0-3 staat, maar nee, het is nog steeds 0-1. Ja, helaas. Nou, toch wel wat mensen tegengekomen onderweg. Daar loopt ook alweer iemand. Ja, het zit er helaas. Ja, het is helaas niet anders, jongens. Het is helaas zoals het is. Het is maar weer wandelingen. Gaan we maar weer wandelingen doen, jongens. En ik heb nu in ieder geval even de tijd om op te nemen. Ik moet nog even alles bij elkaar zien te schrapen. In ieder geval heb ik alle vlogs van dit jaar heb ik nog op mijn harde schijf staan. Dus het is wel een stuk makkelijker om die vlog te maken. Omdat ik alle bestanden eigenlijk al bij de hand heb.
Ik hoef ze alleen nog maar te editen, stukjes te laten zien van wat er allemaal komt. Dus ik hoef alleen nog maar een beetje het editwerk te doen. En ik moet natuurlijk een intro nemen, een outro. Ja. Ja, ik zou bijna zeggen van jongens, willen jullie graag in de video komen? Laat dan een video achter op YouTube met de hashtag It's All Tracks. Dit was 2021, maar ja, de laatste tijd, ik heb het ook al een keer gedaan met die 1K, volgens mij was dat toen. Ja, dat was toen met de 1K video. Maar toen kreeg ik geen respons, dus ik heb zoiets van ja, nou ja, dan ga ik het wel weer aan mijn vrienden vragen of dat die nog eventjes een nieuwjaarsgroet willen opnemen. Dus in ieder geval komt er, dit was 2021 met alle hoogtepunten. Nou, we zijn weer bij het bruggetje, jongens. We zijn inmiddels weer bij het bruggetje. En hier hebben ze een heel leuke picknickplaats gemaakt. En hier het beruchte nieuwe bruggetje. Vroeger was dat dus een ophaalbruggetje. Tegenwoordig is dat een gewone brug. Begrazingsgebied, dieren niet voeden. Dieren niet benaderen voor honden aanleidingadvies. Onraad, kinderboerderijen, plup en politie. Nou, ik wil toch nog even verder gaan lopen, want de verleden keer, toen was ik niet helemaal doorgelopen. Dat was een prachtig uitzicht vanuit de brug. Hier ook, de ene kant en de andere kant. Ja, ziet er mooi uit. Hier het hondenstrandje. En ik wou toch nog eventjes een beetje doorlopen om even te kijken of dat, even doorkijken. Even kijken of dat nog een beetje, hoe het er hier uitziet. Want de verleden keer waren ze daar bezig, verderop waren ze bezig. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat afgelopen is. Wat ze nou uiteindelijk hebben weggehaald daar zo. Het is ook best wel frissies is het. Ik heb niet echt hele rode handen, maar wel een beetje koude handjes. Dan heb ik, oh ja, hier stond toen dat hekwerk. Ja, hier stond toen dat hekwerk. Ja. Hier stond nog een, ik heb nog een vlog. Ik zag hier een of andere tent. Er lag iemand gewoon in de tent te slapen hier ook. Ja, het moet niet gekker worden. Maar ik kan nog even een stukje doorlopen, maar nee, het is allemaal heel drassig en zo. Ik ga dat niet doen. In ieder geval, Ja. We hebben dat ook in ieder geval weer gezien. Ze hebben voor de rest niet echt veel meer weggehaald. Ja, goed, vanzelf wel weer een beetje aan. In ieder geval, oh, kijk nou hier is. Ook allemaal kijken, kun je nagaan hoe drassig het is. Hier kun je het goed zien. Jeetje, wat een drassig gebied zeg. Nee, ik ga het daar maar niet doorlopen, want het is echt allemaal natte bladeren en heel veel modder. Dus ik ga het er niet op wagen om daar naartoe te lopen. In ieder geval, jongens. Hallo. En meisjes, het is weer tijd voor andere dingen. Dobba weer een beetje livestreamen of zo. Ja, ik heb dan nog maar zoiets van, wat moet ik nou weer gaan doen? Ik zit een beetje met mijn handen in het haar. Normaal heb ik altijd nog wel iets of zo van, dan ga ik dat wel even doen of ga ik dat wel even doen. Maar 14 dagen of meer dan 14 dagen in ieder geval. In ieder geval nog 3 weken, ruim 3 weken. Ja, wat moet ik toch gaan doen? Een beetje livestreamen maar, denk ik. En toch maar weer een beetje meer dam
een beetje video's maken. En een paar wondervlogs. Maar ik ben wel blij dat ik meer dan een beetje weer aan de praat gekregen heb. Dan kan ik in ieder geval weer even livestreamen. Vind ik wel even leuk. Ja, op de PlayStation heb ik nog steeds een probleem. Kan ik morgen ook gelijk even bellen. Want ik kom me niet meer in, ik kom niet meer in mijn account. Mijn account die geeft een certificatie dat je twee dingen moet, dat je een code moet invoeren met een twee staps dinges. En ja, dat lukt niet. Want ik ben uitgelogd. En dan moet je ingelogd zijn ergens om dat op te heffen. Nou, ze hebben me overal hebben ze me uitgegooid. Dus ja, dan kan ik ook niet inloggen meer. Dus dat is een probleempje. Dus ik moet nog. Ik heb al een keer gebeld naar de klantenservice. Nou, dan moet ik dat nou ook maar weer een keer gaan doen. Ja. En dan gaan we wel kijken hoe het oplost. In ieder geval moet die twee staps certificatiecode of weet ik hoe dat heet, moet in ieder geval uitgezet worden. Dan kan ik gewoon weer inloggen en dan kan ik tenminste ook weer eens een keer GTA op de PlayStation livestreamen. En Minecraft en weet ik veel allemaal voor spelletjes allemaal. Dat zou wel ontzettend leuk wezen. Maar ja, ik ga nog eens even bellen binnenkort. En dan denk morgen eventjes dat ik morgen even ga bellen. En dan is het wel, ja, in ieder geval je hebt gelijk de stand in de gaten te houden. Nee, het is nog steeds 1-0. Het is nog steeds 1-0. En we zitten al in de laatste tol. Nog 10 minuten dus. Nou, dat wordt weer een nederlaagje voor Feyenoord. Ja. Maar van de week waren ze ook uitgeschakeld in de beker. En het is weer typisch Feyenoord. Ja, als het erop aankomt. Dan geven ze niet thuis, dan zijn ze niet thuis. Dan verklooien ze de boel weer. En dat is echt typisch Feyenoord is dat. Er is geen club in Nederland die ik wou zeggen, er is geen club in Nederland die het zo verkloot. Maar Feyenoord die verkloot het altijd. Ik vind dat zo balen. Dan zijn ze al de hele tijd. Het hele seizoen zijn ze al goed bezig en zo. En dan word je uitgeschakeld in de beker. En je vliegt van 0-20 vlies je. En dan, hoppakee, dan is alles weer in één klap. Wat je opgebouwd hebt is weer naar de donder geholpen. En dat is echt Feyenoord. Daar word ik echt schijtziek van altijd. Dus daar baal ik ontzettend van. Het is toch al niet zo'n leuk weekend. Natuurlijk is het met die belachelijke coronaregels. En nu weer mijn voetbalclubje die weer de boel naar de klote helpt. Verschrikkelijk, wat een verschrikkelijke aftal. En dan nog zo'n eigen doelpunt. Je moet je eigen doodschamen. Echt totaal het Feyenoord shirt niet waardig. Maar goed. Zo, man, een enorme modderpoel hier, jongen. Jeetje, zeg, hé. Staan we een modderpoel hier over hier in Tokio? Verschrikkelijk. Wat een modderpoel, zeg. Nou, hier heb je het blazenpad weer. Ja, dat blazenpad, dat hoef je voorlopig niet te doen. Want dat blazenpad, dat is, moet kijken, helemaal onder de blubber. Je kan beter het blubberpad noemen dan het lazenpad. Nou. Wat een beklag weer. Het zit allemaal niet mee.
Ja, het begint echt wel donker te worden. En ja, het wordt natuurlijk nu al sneller donker, maar het weer helpt er ook niet echt aan mee. Het is al de hele dag, is het een beetje een druilerige dag. En dan, ja, dan gaat de zon gaat ook eerder onder. Nou ja, zon, ik heb helemaal geen zon gezien, maar het is een druilerige dag vandaag in het Vogelenzangpark. Maar goed, morgen ga ik in ieder geval weer een vlogje opnemen, denk ik. Ik wou eigenlijk nog even weggaan. Ik moet nog even kijken. En ik wil in ieder geval nog eventjes dit was 2021 gaan opnemen. Nu wil ik al gaan beginnen morgen. En dan ja, gaan we het wel zien. In ieder geval heb ik nu weer tijd. Nu ik vrij ben, ik heb vakantie. Dus ik kan nou weer lekker vlogjes opnemen. In ieder geval. Ja. In de wijk Vogelenzang. Je hoort ook af en toe hoor je knallen van het vuurwerk. Er zijn toch nog mensen die vuurwerk afsteken. Ik vind dat zelf, ja, ik heb er zelf steek geen vuurwerk meer af. Dus voor mij maakt het niet uit. Ik zou het niet, ja, ik heb er zelf steek geen vuurwerk meer af. Dus ik heb er eigenlijk niks meer mee te maken. Maar ik vind wel dat het vuurwerk moet blijven. En ja, je gaat het nu zien, hè. Allemaal illegaal vuurwerk allemaal. Ja, als mensen geen vuurwerk legaal mogen kopen, dan wordt er massaal naar het buitenland gaan ze illegaal vuurwerk inslaan met alle gevolgen van dien. Maar dat heb de regering toch echt wel een beetje aan zijn eigen te danken. De regering die vraagt er gewoon een beetje om. Die vraagt er gewoon om ja, dat er ernstige ongelukken gebeuren. Een vuurwerkverbod is echt belachelijk. Ik ben geen voorstander van. Nou, hier nog een. Oh, kijk, daar hebben we de bisons trouwens. Daar heb je de bisons. Kijk. Twee zie ik. Daar zie ik er eentje. En daar zie ik er ook eentje. Dus ja. Ze zijn er wel, maar ze zijn ver weg. Ze denken van, ik heb geen zin om in de picture te staan. Ik zorg dat ik lekker ver weg ben. Dan komen ze tenminste niet bij me in de buurt. Toch wel even lekker om even nog even een vlogje op te nemen. Dan heb ik in ieder geval weer een vlogje opgenomen voor vandaag. Dat was eigenlijk wel mijn bedoeling. En ik heb het ook voor elkaar gekregen, gelukkig. We gaan nog eens even kijken. Het is inmiddels 12 minuten over 4. Even kijken. Gaan we even koekeloeren, even kijken. 8. 18. Nou, kijk. En wat zie ik? 02. Dat bedoel ik nou. Ik ben in de rust ben ik. Ja, in de rust ben ik weggegaan. Ik denk, ik heb geen zin meer om te kijken. Het hoeft voor mij niet meer. Ik ben er een beetje helemaal klaar mee met dat kreupelige elftal. En tegen Ajax krijg je altijd gelijk. Goed dat ik weggegaan ben, want inmiddels is het al 2-0 voor Ajax. Dus het zit. Het wordt weer een nederlaag, jongens. Het wordt weer een nederlaag. En altijd, hè. Altijd tegen die neuzen. Altijd. Verschrikkelijk. Maar dit is ook wel, ik moet wel eerlijk zeggen, Ajax was echt niet goed dit jaar. Of vandaag. Ajax was echt niet goed vandaag. Maar dit hebben ze gewoon echt aan de eigen te danken. Want wat een stelletje knullen zijn het. Als je zo slecht loopt te voetballen en dan nog een eigen doelpunt. Echt.
ze moeten dragen doodschamen. Ik ben trouwens wel benieuwd, zou die neus gescoord hebben, die Berghuis? Ik ben wel benieuwd. Gaan we eens even kijken voor de grap. Laten we voor de grap eens even kijken. Ik ben wel benieuwd wie dat tweede doelpunt gemaakt heeft. Het eerste doelpunt, dat was een eigen doelpunt. En de tweede doelpunt is van... Oh, dat is een strafschop. Een strafschop van Tadić. Nog geen rood gekregen. Wel 1, 2, 3, 4 gele kaarten voor Feyenoord. En 1, 2, 3 gele kaarten voor Ajax. Ja, ze moeten dragen doodschamen. Blij dat ik niet de hele wedstrijd gekeken heb. Ik heb alleen de eerste helft gezien. En toen had ik eigenlijk alweer genoeg gezien voor vandaag. Dus ik had echt zoiets van... Ik heb er echt geen zin meer in om nog eens even die tweede helft te kijken. Dus ja, gelukkig. Gelukkig dat ik heb een goede keuze gemaakt. Door lekker naar het Vreulenzoonpark te gaan. Nog eventjes lekker een wandeling te maken. Je ziet het. Het wordt al later donker, wordt het al. En wij gaan weer terug naar de auto. Ja, dat scenario, dat is altijd hetzelfde. Dus wat dat betreft... hoef je eigenlijk bijna niet meer te kijken, want het is elke keer is het een drama met dit elftal. Wat een verschrikkelijk elftal dit. Nou, in ieder geval hebben we het Vreulenzoonpark achter ons gelaten. En gaan we weer richting auto. Hier nog maar mooie lampjes daar zo. En ja, ik ga in ieder geval wel, wil ik nog even een paar vlogs opnemen. In ieder geval, zal dat dus niet meer in de Efteling zijn. Zullen er wel een paar wandelvlogs zijn. En misschien nog een paar binnenvlogs. Maar halverwege ben ik toen ook uitgescheiden mee. En toen ben ik, heb ik echt mijn zinnen gezet toen op dit was. En dat heb eigenlijk nog niet zo lang geduurd. Ik had vorig jaar had ik dit was aardig snel in elkaar geflanst. Dus dat is wel een voordeeltje. Dus... ik hoop dat het dit jaar ook weer zo lekker makkelijk gaat. Gaat weer lekker. Dat ik weer lekker op tijd wat af heb. Vanavond is er een vlog weer online. En dat is de vlog van mijn verjaardag. Ik ben een stukje achter de schermen. Dat hebben jullie al gezien. En dan ben ik bijna weer bij mijn auto, jongens. Ja. Ik ben bijna weer bij mijn autootje. Dus in ieder geval, jongens, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan wordt jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Vergeet het notificatiebelletje niet, want dat is heel belangrijk. Want dan krijg je als eerste, word je op de hoogte gehouden... als er weer een nieuwe video of livestream is. Nou jongens, de groeten van deze kant. En dan zou ik zeggen jongens, tot de volgende vlog maar weer. En tot de volgende. Jongens, hoi!